WSV en FC Marlene zijn met een totaal verschillend gevoel afgereisd naar Apeldoorn. Waar WSV zich hoopt te herstellen van de ruime nederlaag op bezoek bij ASV Lebo. En FC Marlene eindelijk weer de smaak van een overwinning te pakken heeft na 3 nederlagen op rij. Amrani. 1-1 met Reza en Garigota. Hofkamp. Scheurt Kluitenberg van zich af. En dan is het rebound voor Kossen. Maar tot 2 keer toe redt Jusgec. Dus dan zitten we even in een bloedeloze fase van de eerste helft. Die nog dreigend begon. Wat betreft FC Marlene. WSV heeft zijn kruid nog niet verschoten. Dit is Hofkamp. En hij maakt er 0-1 van. Na 7,5 minuut. Moet overeind geholpen worden. Maar hij is wel degelijk de man die de honneurs in ontvangst neemt. Met de zwart aan de basis van deze aanval. Hamdoui die Woertman op het verkeerde been zet. En dan het overzicht behoudt. En het is voor Hofkamp een kwestie van winnen tikken. En dat doet hij dan ook. Verdiende voorsprong voor FC Marlene. De enige ploeg die tot nu toe dreigend is geweest. En zelfs er 2-0 van maakt. Via Sander de Zwart. En dat is amper 10 seconden na de aftrap. Zo gaat het hard. De Zwart helemaal vrijgelaten. En dan is er geen redder meer aan voor Alpa Jusgec. De Zwart wordt daar neergelegd door Joey de Garigota. Wiens lichaamstaal scheidsrechter laat weten dat hij zich inhield. Een rentree bij WSV van Tjian Uskan, Samir Makuki en Jordi Woertman. Dick Hulshorst blijft wel staan. Maar dit is een schitterende vrije trap van Jordi Chrétier. Keeper kansloos. En FC Marlene staat nog steeds in de eerste helft op een 3-0 voorsprong. Het valt stil hier in Apeldoorn. Dat allemaal door toedoen van deze vrije trap op Boegalap. Hij heeft de Hulshorst afgelost. Woertman naar zijn linker. En daar is een reflex van Rozenbeek voor nodig. Die communiceert richting zijn ploeggenoten dat dit voorkomen had kunnen worden. En Amrani doet nu iets goeds aan de overkant. Kossen vinden. Toch eens kan. Gaat daar stevig door op Faisal Mella. Probeerde te schieten en op dat moment wordt de bal voor zijn voeten weggetikt. En dus kun je je afvragen of er opzet in het spel is. Hij krijgt ook geen rood maar geel. En dan is dit de straf voor WSV. Tom Hofkamp en vrije schotkansen zijn zo'n beetje in een zekerheidje. En dat is ook nu het geval. Zijn tweede van de avond. En FC Marlene loopt nog voor de rust uit naar 0-4. Hofkamp juicht niet eens meer uitgebreid. Laat Jusgec naar die bal graaien. Amrani weer zijn balletje gelepeld. En het heeft nu zijn effect. Want Chrétier scoort voor de tweede keer. Daarmee volgt hij in de voetsporen van Tom Hofkamp. Uitstand en nonchalant. Maar niet zonder doel wat Amrani doet. De grote vraag in de tweede helft is, gelooft WSV en geloven de Apeldoornse aanhangers nog in een sprookje? Hofkamp weet hier doorgaans wel raad mee, maar gaat nu niet voor eigen succes. Amrani en Kossen van heel dichtbij komt hij niet tot scoren. Uithaal van Makuki. Tot nu toe is WSV nog niet dichterbij een doelpunt geweest in de tweede helft. Roest. Bekend terrein voor hem. Oud-coach van WSV. En nu lijkt hij met reuze stappen op weg te zijn naar winst met FC Marlene.
Johannes, interceptie. Nu dan, Gwensley Johannes. En ook dit lukt niet, omdat Peter Rozenbeek een uiterste krachtsinspanning in huis heeft. Gwensley Johannes heel dichtbij. De eerste treffer van WSV vanavond. Mella gaat de mist in. Boegalap. En dan wordt er geel gegeven aan Rozenbeek. Voor het ontnemen van een scoringskans. Het is trouwens Hens van Peter Rozenbeek. Om de band te breken. Reza Negarigota. Ja hoor. Alle gram in dat schot gelegd. En dan mag het weliswaar slechts de 5-1 zijn. Deze vliegt wel heel fraai binnen. Reza Negarigota. Knalhard in de kruising. Amrani. En daar is dan de zesde. En ook Zakaria Amrani mag delen in de feestvreugde. Hoewel van vreugde al niet eens meer echt sprake is. In één keer uit de lucht genomen. Niet eens vol geraakt. En dan past dit in de ongelukkige avond van Alpay Yuzgec en heel WSV. Weer zo'n lange slingerworp van Rozenbeek. En dan Kritier. Hij maakt zijn hattrick compleet. Een kleine 4 minuten voor tijd. En het is zo een zevenklapper voor FC Marlène. En WSV weet precies hoe dat voelt. Want dat overkwam de Apeldoorners vorige week ook al in Amsterdam tegen Lebo. Aanval nog niet voorbij. Wat heet Havermans. Ook hij zet zichzelf op het scoreformulier. ...1-8. Er zit niets meer in voor WSV. Het is klaar. En uit frustratie trapte Alpay Yuzgec die bal weg. 1-8. Het zijn grote cijfers. In negatief opzicht voor WSV, dat voor de tweede keer op rij verliest. In positief opzicht voor FC Marlène, dat voor de tweede keer op rij wint. We hadden een moeilijke warming-up. We kwamen laat aan, we hadden denk ik 5 minuten de tijd. Maar eerst zelf vond ik ons heel sterk. Ook, we wisten waar de ruimte lagen. Dat was in de zijkant, we wisten dat de laatste man bleef staan. En daar hebben we goed benut van gemaakt, eigenlijk. Ja, want in de eerste helft was bijna alles raak. Ja, we schoten op doel in ieder geval. En de tweede helft waren we weer niet scherp. We was ook tegen Hovo. Ik denk dat we daar wel moeten aan gaan werken. Dat we het scherp tweede helft beginnen. Maar dat komt nog. Wat is er in hemelsnaam aan de hand met jullie? Wat is er aan de hand? Ik denk dat je nu gewoon in de hoek zit waar de klappen vallen. Ik denk dat dat het is. Ik denk dat wij ontzettend goed voetballende ploeg hebben. En we behoren echt wel bij de top van Nederland als we onze dag hebben qua voetbal. Maar er spelen ook meer aspecten mee. En daar ontbreekt het nog wel af en toe aan. En dat zie je ook vandaag weer. Het is, bij vlagen is het briljant, maar soms ook heel knullig. Dus dat is aan mij om daar te kijken of we dat nog kunnen veranderen. Hoe is het voor jou om een overwinning weg te halen bij jouw club? Ja, dubbel. Want uiteindelijk heb ik wel een warm hart voor deze club. Dus diep van binnen gun ik ze wel de punten. Maar je bent trainer, dus je wil winnen. Dus dan is het ook wel prettig weer.